Wel, eerst en vooral, de meeste beleggers hebben eigenlijk sowieso altijd een home bias, waardoor eigenlijk per definitie veel investeringsopportuniteiten over het hoofd worden gezien. Home bias betekent dus dat men als Belg bijvoorbeeld vaak eerst in Belgische aandelen zal beleggen en daarnaast misschien wat in Nederland, Duitsland, Frankrijk, maar heel vaak niet verder kijken dan dat. En dan ziet men natuurlijk bepaalde opportuniteiten over het hoofd. Tweede reden is dat de economische groei in het Westen vandaag eerder matuur te noemen is, terwijl deze in de groeilanden natuurlijk veel hoger ligt, vandaar ook de term groeilanden. Kijk ook bijvoorbeeld naar 2020. Daar is het opnieuw China geweest dat de wereldeconomie op sleeptouw nam, met landen als Taiwan en Zuid-Korea in een kielzog. Een derde reden is dat die hogere groei bijkomend ondersteund wordt door doorgaans jonge en zeer dynamische bevolking, een stijgende middenklasse en ook niet te vergeten een vruchtbare testbodem voor het uittesten van allerlei nieuwe technologieën zoals dat we in veel Aziatische landen zien. Een andere reden is dat bovendien ook nog bij Econopolis we sterk de nadruk leggen op corporate governance en op duurzaamheid en daardoor eigenlijk dan nog meer en beter in staat zijn om het kaf van het koren te scheiden. En tenslotte, zeer belangrijk, betaal je vandaag eigenlijk voor die hogere groei minder, doordat de waarderingen in de groeilanden vandaag aantrekkelijker zijn dan in de rest van de wereld. Maar geografisch zetten we momenteel vooral sterk in op Azië als groeilandenregio. Binnen Azië zijn er drie landen die er wat bovenuit springen, namelijk Zuid-Korea, Taiwan en China. Niet toevallig natuurlijk de landen die de coronacrisis relatief goed hebben aangepakt. Dat betekent bij wijze van spreken ook dat we vandaag wat minder positief zijn, in sommige gevallen zelfs negatief, voor bepaalde specifieke andere landen uit andere regio's zoals het Midden-Oosten, Oost-Europa, Afrika of Latijns-Amerika. Dus dat is wat de landen en regio's betreft. Wat sectoren betreft, vinden we vandaag vooral bedrijven interessant die profiteren van de stijgende middenklasse in de groeilanden. Dit kan zijn producten voor dagelijks gebruik, voedingsproducten, gezondheidsproducten, cosmetica, sportkledij, ontspanning en dergelijke, noem maar op. En daarnaast hebben we een aantal thema's die we zeer belangrijk vinden en waar we zeer positief over zijn, zoals e-commerce, gaming. En ook groene energie is een thema dat we steeds belangrijker vinden.